mijn werk start eigenlijk zodra ik de maat heb binnengekregen van onze technische dienst. Zij zijn de rails gaan plaatsen, zij meten alles juist op. Ze geven me de lengte van de rails, de bochten, welke radius, hoeveel graden die bochten zijn. Maar dit is wel bepalend om een bovenaanzicht te maken. Eenmaal dat bovenaanzicht klaar is, weten we eigenlijk nog maar exact wat de lengte van het doek zal worden. Nadat het ontwerp eigenlijk op de tekening is geplaatst, moeten we daar gaan bepalen wat de hoogte zijn van elk pand. Daar is belangrijk waar staan de tracties, welke decorstukken zijn aanwezig. Het decor moet altijd de print overlappen. Na die opsplitsing gaan we eigenlijk het doek verdelen in handzame stukken van 9 panden naast elkaar. Omdat onze technische ploeg dat achteraf ook nog moet kunnen ophangen, 12 meter hoog. Dat is niet evident, een doek weegt al snel enkele honderden kilo's. En we gaan ook elk pand nummeren. De drukker neemt dat mee in zijn proces. Elk pand krijgt een file name. Dat maakt het allemaal makkelijker om het achteraf netjes te verwerken in het naaiatelier. In totaal wordt er maar liefst 2000 vierkante meter geprint. Deze oppervlakte wordt opgesplitst in doeken van 12 meter hoog op 5 meter breed. Om ervoor te zorgen dat de print één mooi geheel vormt, voorzien we voldoende overlap tussen de verschillende panden. Het is ook belangrijk dat het geheel in één deel geprint wordt om kleurverschillen te vermijden. We hebben voor deze opdracht kunnen printen met een snelheid van ongeveer 100 vierkante meter per uur. Na het printen komen de doeken naar hier, naar het naaiatelier, worden de panden op maat geknipt en aan elkaar gestikt.